Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ben bij mijn ouders thuis. Mijn ouders zijn op verlof nog steeds. Ik denk dat het vandaag hun laatste dag is, dus morgen komen die terug naar huis. Er waren pakjes aangekomen. Ik had mijn zus nog net even gezien, maar die ging nog op mijn appartement. Ik heb mijn appartement nog trouwens, voor degenen die dat vroegen. En mijn zus ging daar nog mijn oude zetel en oude tafel halen voor op haar kot. Dus dat die nu doen met Lucas, haar lief. Maar er kwamen best wel veel vragen over nog. Ja, ik heb mijn appartement nog. Ik moet nog de maand augustus betalen en dan zit mijn opzeg erop. Wat stom is. Maar ja, wat wil je natuurlijk als je eruit gaat voordat je daar zo lang zit. Ik zat er een jaar in. Dus ik moest 3 maanden opzeg doen en ik had pas opzeg gedaan vanaf 1 mei, denk ik. Ja, ik had in mei opzeg gedaan, zo is het denk ik. En dan moest ik juni, juli en augustus betalen nog. Terwijl ik er in juli en augustus niet meer in zit. Maar ja, oké, dat geeft me wel tijd, langer de tijd om daar wat te gaan opruimen nog en zo. Want ik heb ook nog spullen in mijn garage staan. En dat ga ik binnenkort doen. Maar er is een pakje aangekomen van Dyson. Zoals jullie weten, als je mij op Instagram volgt, gebruik ik de Airwrap nu altijd voor mijn krullen. Vandaag heb ik niks gedaan. Ik heb 2 grotere opzetstukken besteld. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Ik vind de opzetstukken die erbij zitten wel goed. Maar ik heb veel haar, lang haar. En ik had gelezen dat die grotere opzetstukken daarvoor nog beter zijn. Dus ik heb die besteld. En dan... Ik ben fan van Why Not beddengoed. Ik heb er 2 bij besteld. Ene met bloemen en trouwens en ene met oogjes. Dat is super tof. Ik kijk er naar uit om die op te leggen. Ik had denk 2 weken geleden een nieuwe bedspray besteld daar. Voor een logeerkamer. Een meer donkere bedspray. En ja, nu had ik er ook nog 2 besteld voor in onze slaapkamer. Dus dat is aangekomen hier vandaag. En ook voor de mensen die me niet volgen op Instagram. Mijn zus heeft een nieuw katje. Mokka noemt hij. Het is een jongetje. Wanneer is mijn zus naar dierenarts geweest? 2 of 3 weken geleden. Alles is er super goed mee. Ik denk dat hij ergens buiten zit momenteel. Dus ik ga hem zoeken en jullie laten zien. Oké, we konden Mokka niet direct vinden, maar ik heb wat beeldjes toegevoegd die ik had gemaakt met mijn gsm. Oh, geboortekaartje. Oh, oef, ik krijg het er niet uit. Altijd zo leuk om te krijgen van een vriendin, van de scouts. Nou, cute. Super, super mooi. Dat is echt heel mooi, wauw. Makes me happy, hè. Het is ondertussen bijna 5 uur. Niels zal wel binnen 10 minuutjes thuis zijn. Dus ik ga al een beetje voorbereiden voor het eten. Dat was waarschijnlijk. Stinkt het hier anders? Hola! Die is tussengekomen schoon aan mij. Ja, ik heb al 2 dingenkoekjes gegeten. free chocolate chip. Waar? Van die man Melka, zo die je kunt smelten. Waar heb jij dat? Bij mijn ouders, als aan mijn zus had dat. En je brengt voor mij mee. Ja, dat gaat toch moeilijk. Niels is thuis. Zonder chocolate chip koekje. Ja, dat was bij mijn ouders. Ik kan het toch moeilijk meenemen. Waar moet ik dat dan in doen? In je tas. Zo, los. Dat zit los, hè? In zo'n pak. Zilver papier. Weet je wel, Milky zegt dat. Ja, Milky. Vind je dat ook? Ja? Voilà. Dankjewel, jongen. Hé, mama's boy, hè? Nee. Die is mijn kant, hè? Die eet of achter. Ja. Dat is waar. Oké, terwijl dat mijn eten opstaat, is Niels al ons karton aan het doen. Oh, ze is al weg. Oké, ideaal. En het is de laatste avond met deze zetel hier in de living, want morgen komt er een grotere. Voor mij was mijn zetel perfect, maar Niels wil een grotere zetel hebben. Dus we hebben hem vandaag zo uitgetrokken. Super leuk, dat gaat bij deze. En zo'n soort van groot bed van gemaakt. En dan gaan we straks film kijken hier. Woehoe. En ik denk ook eten in de zetel misschien. Daar heb ik wel zin in. Muffin zit al klaar voor het avondeten. Muffin, zijt je al klaar? Hè? You ready? Ja, we zitten aardappelfrietjes, tempeh met ketchup, sausje. Allee, zo, niet saus, maar in de dingen. En broccoli. Healthy shit, hè. Kom, gamertje. Let's eat. We hebben popcorn gemaakt, maar we hebben een probleem. Dat er altijd zo van die pitjes blijven in die zak. Allee, hier van... Ja, je gaat dat nu niet zien, maar... Er zitten ook nog zo allemaal pitjes in. Dat is zo stom. Binnen 5 minuten kunnen we dat laten zien. Ja. Als die pot leeg is. Als die pot leeg is. Maar dat is trouwens al onze tweede zak. Die we hebben gemagnetroned. Lekker, hè? En we gaan film kijken. We waren eigenlijk al begonnen. 6 minuten en een half. Maar toen was onze popcorn al op. Dus dat hebben we nu gemaakt. En we hebben ook chips. Hoe noemt die chips? Patatje Joppie of zoiets. Ja. Ik vind dat wel lekkere chips. Zout is zo standaard. Zoutpaprika. Zo standaard dat ik wij pakken Joppie mee. Patatje Joppie. Patatje Joppie. Weet je dat? Het is wel van Lays, hè? Van Lays. 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 Het is van Lays. Oh, Lays. Lays. Oké, we gaan chillen en peace out. Oké, de film is gedaan. Melky is erbij komen liggen. En, wat vond je? Zo. Niet zo denderend, hè. Hoe noemden hem? Fractured. Ja, ik denk Fractured. Het is een Netflix film. Maar, wat is je? Weet je nog dat wij testen in de lockdown, als wij zo deden, dat hij het naar je handen kon te leggen? Oh, ja. Ja, die doet dat altijd als je die aanraakt. Wacht, wacht, doe eens niks. Maar die is tegen aan het wassen. Ja, maar stel eens nu dat we eerst even stoppen. Voilà. Zie je wel? Heel kietje. Oh, wat gaar. Maar dus al sinds de film is geen aanrader. Ik vond het maar vreemd en ook eer die op gang kwam duurde wel lang, vond ik. Ja, nee. Geen topper. Beetje zo'n mindfuck film, als je daarvoor zijt. Misschien wel iets voor u, maar ik ben er thans wel voor zo'n mindfuck films of series, maar dit vond ik maar zwak. klaar om te gaan slapen. Ik ga ook hier de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En Muffin is voor de slaapkamerdeur aan het wachten. Mag niet binnen. En Milky ligt hier. Ja, schattenbol. Och, arme. Die willen mee, maar die mogen niet bij ons slapen. Allee, voorlopig niet. Tenzij onze lakens gewassen moeten worden, want anders hangt dat vol met kattenhaar. Maar dus hoop ik van jullie het leuk. Doe zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En wij zien jullie volgende keer weer.